Werken van de Franse kunstenaar Martin Jarry zijn nog tot en met zondag te zien en te koop in Villa Augustus. Wat is er zo bijzonder aan deze schilder? Nou, ik ben zelf ook illustrator. En ik heb altijd zijn werk bewonderd. Vroeger in tijdschriften deed hij veel. En dit is het eerste boek wat ik ooit van hem heb gekocht. En een heel leuk boek. En op een keer heb ik hem ontmoet in een galerie in Parijs, waar hij een tentoonstelling had, waar hij schilderijen maakte. En toen zijn we bevriend geraakt. En nu heb ik gevraagd of hij, toen wij bij Villa Augustus Galerie Herst hadden gemaakt, of hij bij ons wilde exposeren. En dat kwam prachtig uit, omdat hij portretten maakt van fruit en groenten. Dus nou, dat is natuurlijk heel leuk om dat hier op te hangen. En we hebben gemerkt dat hij maakt heel veel kinderboeken en grote mensenboeken. En schildert ook hele grote andere schilderijen, bijzondere schilderijen. En langzamerhand is dat in Nederland een beetje doorgecijpeld. Hij heeft ook een galerie in Den Haag. En eind volgend jaar krijgt hij een grote tentoonstelling in Belvedere in Friesland. Dus, en het is ongelooflijk leuk dat mensen zo enthousiast zijn. Nou, deze meneer heeft de eerste Martin Jarry gekocht. Een peer. Waarom? Een peer? Nou, om verschillende redenen. Ik hou erg van peren. Ik eet ze heel vaak 's ochtends, even bij de pap of zo. Dat is al een hele goede reden. Maar het is natuurlijk ook een hele mooie peer, deze. Hè? Die zie je niet zoveel. Hij is heel mooi geschilderd. Ik ben een beetje fan ook van Martin Jarry. Ik heb hem 2 jaar geleden ook al een keer ontmoet hier. En daarnaast zijn we ook heel erg fan van Villa Augustus, waar deze expositie is. We komen hier al sinds het begin, dus al meer dan 10 jaar. Dus ja, al die redenen bij elkaar. Ja, kon ik hem niet laten hangen, dus moest ik hem kopen. Waar gaat u hem hangen thuis? Dat is even een probleem. Oh, de slaapkamer hoor ik. Een peer op de slaapkamer. Ja. Ja, nu zullen een hele hoop mensen zeggen van, fruit. Wel een beetje simpel om dat te schilderen. Ja, maar als je ze komt kijken en je ziet hoe ze geschilderd zijn, is echt prachtig. Het is echt... Schilderkunst en het onderwerp, ja, dat moet je natuurlijk leuk vinden. Of je nou een portret maakt van een hoofd van ons, van een mens of van een poes of van een citroen of van een doorgesneden rode kool. Moet je kijken, wat een prachtig portret. Ja, ik vind het heel bijzonder. En iedereen moet toch zo'n rode kool in zijn keuken hebben hangen? Ja, nu is deze galerie weggestopt in kamer 24 van het hotel. Waarom in een hotelkamer? Nou, dat vonden wij leuk. Dat is een heel... We hebben natuurlijk niet veel plek. Het zijn allemaal... Het hotel is helemaal met kamers. We hebben niet veel ruimte om een grote tentoonstelling te doen. Maar dit is juist heel grappig. Het bed is blijven staan. Het is echt een pop-up galerie in kamer 24. En we noemen het Galerie Herfst.